zeer toegankelijk zijn. Als je naar zijn atelier gaat, Voorstraat 61, Spijkenissen, dan zie je daar een kuur van werken. En ik denk dat Bram dat eigenlijk ook graag wil. De toeschouwers grijpen op het emotionele vlak en ze daarmee laten genieten van de kunst. Misschien ook wel van de kunst laten leren. Stel je bent in een hele sombere bui, door allerlei omstandigheden, en je loopt de galerie van Bram binnen, dan is de kans heel groot dat na verloop van tijd die somberheid, gewoon al door het kijken naar dit type werk, als sneeuw voor de zon verdwijnt. En ik denk, als een kunstenaar daarin slaagt, dat het een heel groot goed is voor de samenleving. Dat daarmee zijn sociale functie al vastlegt. Nou weet ik echt niks meer. Dus ja, ik zou... Je bent beschuldigd van het maken van lachgebitjes. Wat zeg je? Je hebt me beschuldigd van het maken van lachgebitjes. Ja, nou ja, als je het zo wil formuleren inderdaad, maar het zijn inderdaad werken die de glimlach op het gezicht van de toeschouwer zeker teweeg brengen. Ja, dan zullen we het dan maar vertellen. Dat zou ik heel graag fijn vinden. Ja, Jan-Pieter, dankjewel voor deze gelegenheid om juist eigenlijk mijn werk toe te lichten of mijn werkwijze zo wild toe te lichten. En fijn dat u allemaal hier bent. Het is ook best wel druk, vind ik, toch? Het is buiten ook mooi weer. Nou, Jan, ik zei tegen Jan Lemmert, ik wil wel graag iets vertellen over het creatieve proces. Wat dat we in januari of maart zo'n keertje afgesproken. Ik zou iets vertellen over het creatieve proces. En ik ging daar op geen, want daar kan ik wel iets over vertellen, dacht ik. En dus ik ging me voorbereiden, een paar weken geleden was ik daarmee begonnen. En toen dacht ik wel van ja, het creatieve proces, dat gaat er niet worden. Want ja, ik weet natuurlijk wel dat andere mensen hebben ook creatieve processen. Maar ja, ik kan eigenlijk het beste vertellen over mijn creatieve proces dan. Hè? Dat lijkt me het beste, want ik ken mijn eigen creatieve proces best goed. Eigenlijk omdat ik al mijn hele leven daar, tenminste voor zover ik dat dan weet, met dat creatieve proces af en toe bezig ben. U ziet hier een beetje zo'n wat schilderij van mij staan, maar de eerste helft van mijn leven, ik ga ervan uit dat ik nu de tweede helft ben, in de eerste helft van mijn leven wou ik eigenlijk liedjeschrijver worden. Ik wou eigenlijk songschrijver worden. En dat leek mij heel erg leuk, dat ik dan met een band, Peter zit daar, ik was het drummer van die band, dat ik dan met die band die liedjes ging uitvoeren en daar deed ik erg mijn best voor dat ik dan goede liedjes zou schrijven. En toen ik ging nadenken over het creatieve proces, toen dacht ik, ja, maar de manier waarop ik, dat wist ik al lang, maar goed, de manier waarop ik een schilderij maak is precies hetzelfde als de manier waarop ik een liedje schrijf. En dat is gewoon hetzelfde proces. Ik doe hier weliswaar iets anders, maar wat er gebeurt, zeg maar, in je hoofd, of hoe je het opbouwt, dat is eigenlijk helemaal precies hetzelfde. En dat vind ik wel interessant, want het geeft eigenlijk aan dat het hele creatieve proces, dat heeft waarschijnlijk heel erg veel te maken met je karakter. Ja, hoe je in elkaar, je kan ook zeggen met de bedrading van je hersenen, hoe ben je gewend te reageren. Ik denk dat het daar vooral mee te maken heeft, of het heel erg veel met keuzes te maken heeft, dat weet ik niet. Want ja, je karakter ligt dan vanaf vrij jong vast, hè, dat weten we natuurlijk. Dus je doet het eigenlijk, je doet het zoals je gewend bent, zeggen ze dan. Hoe gaat het dan met dat creatieve proces? Je begint dan met een idee. Je moet ergens beginnen natuurlijk. En ik vind wel, als je een liedje wil schrijven of als je een gedicht wil maken, moet je ook een beetje actief op zoek zijn naar een goed idee of naar een inval. Of naar, als het over een schilderij gaat, naar een beeld. Dus toen ik toch in de eerste helft van mijn leven was, dan fietste ik bijvoorbeeld uit mijn werk naar huis. En dan kreeg ik een idee voor een melodielijn in mijn hoofd. En die ging toch nog steeds, toen ik voor mezelf zo zingen of neurieën, maar kom ik thuis, dan hoopte ik dat mijn vrouw de radio niet aan had staan. Want als je dan natuurlijk binnenkwam en de radio stond aan, dan was het hier gelijk verdwenen. En dan ging ik naar mijn cassette recorder, we zijn in de jaren 80, dat merkte ik wel. En dan nam ik het gauw op. En dan kon ik dat idee laten gaan uitwerken. Want je moet natuurlijk wel, als je iets wil maken,
dan moet je natuurlijk op zoek gaan naar ideeën. Die ideeën komen misschien wel eens vanzelf tot je, maar ja, je wilt graag een beetje natuurlijk ook zelf op zoek zijn naar zo'n idee. Dus dat deed ik toen en dat doe ik nog steeds. Kortom, als je, ik ga nu verder over de schilderijen. Als je schilderij gaat maken, dan begin je natuurlijk met een idee. Je denkt van ja, ik zie een beeld of ik heb een inval of ik wil iets gaan doen wat ik nog niet eerder heb gedaan. Bijvoorbeeld bij dat schilderij. Ik wil een schilderij maken van een vaas met bloemen, maar de techniek is hetzelfde als een boomschilder. En dan liefst niet met al te voor de hand liggende kleuren. Dat is het idee, het beginidee van dat schilderij. Dus daar begin je ergens. Nou ja, je hebt het idee en je staat voor de toeg. En je denkt, nou, ik ga beginnen. Maar hoe gaat het dan? Het eerste wat je eigenlijk dan, je hebt het eerste als idee, maar goed. Daarna komt komen dingen die zou ik eigenlijk willen samenvatten met geloof en vrijheid. Geloof, ja, het geloof dat het iets kan worden. Het geloof dat alle moeite die je erin gaat steken, hè? Uren werken, proberen, trial and error. Al die dingen die jij vertelt over Schubert, Jan-Pieter, dat is het ook precies hetzelfde. Dat al die trial and error, dat het ergens toe kan leiden. Nee, dat het kan leiden tot een schilderij wat je zelf interessant vindt om naar te kijken. Dus het begint met dat geloof. Nou, daarna ga je aan de slag. Er zijn allerlei mogelijkheden. Je begint en je doet dit is dat en je dit is dat. En je kan dingen op een schilderij kan je dingen overschilderen of je kan dingen wegvegen met een doekje. En zo ben je de hele tijd bezig. En Sjoerd had dan 7 of 8 dingen die bewaard zijn, maar er zijn er misschien wel 50 geweest, hè? Weet ik niet. Er zijn zoveel paden die je kunt gaan doen, maar uiteindelijk kies je, ik weet niet of het een bewuste keuze is, maar uiteindelijk kies je voor de weg die het dan is. En dus een schilderij is natuurlijk een opeenstapeling van die keuzes, hè? Want het schilderij is natuurlijk gelaagd. Dus er zijn zoveel verschillende keuzes die je hebt gemaakt, en de keuzes die je de dagen ervoor hebt gemaakt, die bepalen ook weer de keuzes die je nu doet. Ik moet even kijken of ik niet iets overslaan. Kortom, je gaat aan de slag met het idee en je begint te werken en je gaat allerlei soorten keuzes gewoon uitproberen. Dat is wat ik doe. En dan krijg je het moment dat je denkt van ja, het wordt niks. Die fases zijn altijd bij elk schilderij dat je denkt van ja, dat gaat er niet worden. En dan, soms moet je opgeven, maar het beste is gewoon doorgaan. Gewoon als een man door blijven werken. Want we hebben ook als schilders hebben we ook een heel mooi medium. Het is hetzelfde als een piano. In het verleden is het piano ontwikkeld. En ook als je helemaal niet zo goed piano kan spelen, en je moet alleen maar een beetje zo, dan denk je toch bij jezelf, zo, dat klinkt best wel mooi, toch? Want het medium is heel mooi. En zo is het ook met verf en doek. Dan heb je een contrast ergens wat je denkt van nou, dat hoort er dan bij, denk ik dan. Je bent op een gegeven moment ga je er ook aan wennen. En dan het laatste punt wat ik nog wou zeggen over dat creatieve proces. Ja, jullie merken wel dat ik niet zo heel erg planmatig werk, hè? Toch? Laat het maar een beetje zo komen. Ik weet van tevoren niet wat ik ga maken. Ja, een boeket. Maar het moet zo worden. Ja, dat weet ik pas achteraf. Dan moet je ook een beetje respect hebben voor hoe het schilderij geworden is. Misschien is het wel heel anders geworden dan je dacht, maar wat zou dat? Een schilderij is een ding op zich, het is een entiteit op zich. Een schilderij is er voor zichzelf, toch? Het is niet de werkelijkheid, het is een schilderij. Dus voordat je zegt van nou, het is niet geworden wat ik dacht, kun je ook denken, nou, ik ga eerst eens goed kijken. Misschien is het wel gewoon een ander schilderij geworden dan ik dacht, maar ja, het is toch een schilderij geworden. Zo wil ik daar naar kijken en niet te snel denken van, dit is niets. Gaan we nog even terug naar dat schilderij. Dat heb ik van het voorjaar gemaakt en het heeft al 2 maanden in het atelier gehangen. En al die tijd dacht ik, twijfelgeval. Want ja, ik zag er iets aan, het is heel druk. En allemaal kleuren door elkaar en de bloemen kloppen niet. En dan gaan we door.
Maar toen ben ik het gisteren hier neerzetten en toen ineens klopte alles. Tenminste, vind ik. Want het heeft ineens een heel goede omgeving. Dus ja, soms is een schilderij geworden en dan moet je zelf nog een beetje aan wennen. Of misschien moet je er nog de goede omgeving bij zoeken. Zou kunnen. Dus niet te snel zijn met je afwijzen. Als je geluk hebt, dan is je schilderij gelukt en dan ben je blij mee. En dan ga je ervan houden, dan ben je eraan gewend en dan is het allemaal superleuk. Maar wat nou als dat niet gebeurt? Kunnen schilderijen ook mislukken? Natuurlijk. Ze mislukken aan de lopende band ook, toch? Dat je denkt, ja, dat is nog niet helemaal. Je kijkt er nog eens een tijd naar en dan zet het eens even achteraan in die stapel. En dan wordt het niet beter. Ja, gewoon op zijn kop zetten en opnieuw schilderen. Toch? Je begint met een nieuw idee en ja, jouw doel is het strijdtoneel van opnieuw van geloof en vrijheid. En dan maar hopen dat het de tweede keer wel goed afloopt. Toch? Zo is het volgens mij. Ik denk dat ik ga stoppen. Maar ik kan nog even één gedichtje voor jullie ook. Sorry, ik moet u trouwens heel erg bedanken voor het gedicht van Garm Stijf. Ik vond het prachtig voor de poëzie. Het is om tranen in je ogen te krijgen over hoe mooi die bomen zijn, vind ik. Zeker in het voorjaar. Maar dit gedicht gaat eigenlijk meer over de perceptie van een kunst. Dus hoe we daar naar kijken en hoe we er soms door geraakt worden. Het is het gedicht Kunst van Martin Bril. Kunst. Wat we willen. Momenten van helderheid. Of beter nog, van grote klaarheid. Schaars zijn die momenten en ook nog goed verborgen. Zoeken heeft dus nauwelijks zin, maar vinden wel. De kunst is zo te leven dat het je overkomt. Die klaarheid af en toe. Nou, dat was Martin Bril. Bram, ja. Schilderij komt ten volle uit in deze ambiance, die kerk. Ja. Dus wil ik dat schilderij kopen, moet ik ook zo'n kerk kopen. Ja. Nou, gesteeld. Misschien kan je de kerk van niks krijgen. Ja. Voor 1 euro. De kans is best groot, denk ik. Die voor mij ook heel verhelderend waren. En ook het moment van wanhoop dat het mislukt is. Ja, wat dan? Ja, want dat wou ik nog zeggen eigenlijk. Ik denk ook wel eens, dat ik ook mensen die werken heel planmatig, die weten van tevoren al wat ze gaan maken, weet je wel. En dan hebben ze al wel onderschilderingen die precies die basis vormen voor wat er dan op komt te staan. Maar ik vond het wel heel interessant dat je vertelde dat Schubert ook, want dan gaat het eigenlijk om dat je, zeg maar, je bent omringd, je bent met iets bezig en er zijn aan alle kanten zijn de mogelijkheden die je niet doet. Om de een of andere reden doe je die mogelijkheden niet. En dan blijft er een smal pad over wat je dan wel doet. Ik vond het leuk dat jij dat vertelde, dat Schubert dat bewaard gebleven is van Schubert. Dus dat je weet dat het ook zo is. Maar ik weet ook niet of er een andere manier is om een liedje te maken. Of een muziekstuk te maken. Ik kan me voorstellen dat, net zoals jij ingevingen ineens krijgt voor dit moet het worden, dat componisten ook al direct het hele plaatje, inclusief instrumentatie, alles, als het ware als een geschenk binnenkrijgen en alleen maar hoeven te administreren. Er wordt dus van Mozart gezegd dat eigenlijk zijn compositorische werkzaamheden zich op de kegelbaan afspeelden, of in het praten, ze praten met andere mensen, en later ging hij het noteren. En dan ligt alles bij hem op zijn plaats. Maar dat is inderdaad waar. Het smalle pad, uiteindelijk laat je alles wat weglaatbaar is weg. Dat moet ook wegblijven. Maar er blijft een smal pad over. En het genie herkent dan daarin ook het ideale pad.